schuift het? Valt er hier nog wat te halen? Ja, wat schuift het? Brengt het ook nog wat op? Wat schuift het? Ik heb de balen van betalen. Ja, wat schuift het? Ik heb genoeg aan mijn kop. We helpen je het liefste nog meteen vandaag. Maar stel hem altijd weer precies dezelfde vraag. Wat schuift het vandaag? Wat schuift het vandaag? Ik ben gek dat ik het doe, zuidlap. Gedronken ik? Wel nee, maar de smeris let alleen maar op je adem. Wat doe je eraan? Ik laat je eten op maar staan. Ik wil een taxi. Taxi? Dat doet iedereen hier, jongen. Dat is niks bijzonders. Nee, maar wie laat middels mobiele telefonie zijn eigen privéchauffeur komen? Kijk, jongen, daar scoor je mee. Dat maakt indruk. Druk op wie? Puur zakelijk. Hij komt zo. Oh, hij. Ja. Mijn nieuwe contact. Een pinda. Pinda? Stinkelrijk geworden. In de koekoek. Koekoek? Kroepoek. Zomaar een asielzoeker. Dat is een Aziatische tijger. Big money. Dus pit dicht en mij het woord laten doen. Even mijn jas halen, ja? Doe maar rustig aan, boerigozer. Doe maar lekker tempo, doeloe. Doe maar lekker zo rijk. Nu nog wel. Meer zeg ik niet. Kom. Jakarta. Dat heette vroeger Bavaria. Wist je dat niet? Batavia. Nog eentje om het af te leren. Ik weet een hele leuke tent hier in de buurt. Dacht u zo makkelijk van mij af te komen? Meneer, laat u mij toch met rust? Nee, nooit zal ik u met rust laten. Laat u dan op zijn minst deze twee heren erbuiten. Luister, Sukarno. Even dimmen en moeven. We zitten midden in een zakelijke relatie, dus even geen tijd. Voorzitter, meneer Aarsman. Ik tel tot drie en dan opzouten. Anders maak ik subiet amok van jullie. Kom hier nou. Mijn vriend, geweld is zinloos. Geweld kan bij mij telefonisch besteld. Ik ben begeleider. Hij is grootmeester in Pentjaxila. Oh ja, en ik heb de zwarte band in origami, dus was. Stef, misschien heeft hij wel wurgstokjes. Oh ja, maar mijn kitje Oelek, die kent hij niet. Shit, politie. Robbie, met Boody de Towners in. Heren, het was een hele prettige vergadering. Volgende keer bij ons. Goede vriend, laten we nog even van gedachten wisselen. Ja, als ik jou was, zou ik eerst van bodykaart wisselen. Was het een dure? Hé, Robbie. Robbie, kom terug. Robbie. Ik dacht, ik blijf toch nog maar even. Ik dacht eerst, het wordt niks. Maar nu ik je wat langer ken, iets drinken. Oh, dat komt allemaal wel goed, jongen. Zondag speel jij weer in het eerste. Doe jij toch van? Kala tu andra kus i tu, ma opzan la vie. Vilan bawa da kus u dat tu sadja. Nou, doet u mij hetzelfde graag. Dat uw broer, meneer Aarsman? Momentje, Supriyanto. Momentje.
Dat is oké, Stef. Ik heb me zo ongerust gemaakt, jongen. En daar kom je nou pas? Ik heb 2 uur geleden gebeld. Ja, opa had de boodschap niet helemaal goed doorgekregen. Je mag nog van geluk spreken dat je gevonden hebt, man. Hoezo? Je had op zijn minst even kunnen zeggen welk Indiaas restaurantje zat. Ik zei Indisch, niet Indiaas. En wat is dit? Wat is dit? Een Indonesisch restaurant. Je wordt bedankt. Jij wordt ook bedankt, eikel. Hé, hey, word ik knokken? Nee. Mag ik je even voorstellen aan de eigenaar, de heer Suprianta? En dat is rechterhand Nelly Koeman? Juist. Mooie zaak, meneer Suprianta. Het is Suprianto. Wel even opletten, want meneer Suprianto is geen kleine jongen. Ach, ik heb een paar restaurants en ik importeer specerijen. Ja, pepersaus, ketchup en af en toe een orang-oetang, hè Nelly? Dus die Boedi en jij hadden een beetje amok samen. Het is beter de naam van deze heer hier niet te noemen. Een trieste oude vete, mijn heren. De heer Boedi, dit achterbakse schorum, hij bezit een kostbaar reliquie dat volgens de Adat aan mij toebehoort. Volgens de wat? Volgens de Adat. Adat. En de reliquie, wat is dat dan in detail dan gesproken? Het gaat over de heilige Ramashiva die door de familie van de heer Boedi is gestolen. Dus schofte, maar waarom begin je dan geen proces? Omdat dat gebeurde in 1831. Ja, ja. Antiek. Zeker nog een duur ding, die... De Wajang van de Ramashiva heeft geen prijs, meneer Aarsman. U kent de heilige Ramashiva. Ja, ja, nou, zeker. Maar het is toch altijd even beter om het uit de eerste hand te horen. Toch? Wel nu. De heilige Ramashiva is de hoofdpersoon in de Ramayana epos. Een hindoe halfgod die in heel Indonesië wordt vereerd. Onthoud dat nou toch eens, Robby. En de heer Boedi, hij bezit van Ramashiva een afbeelding. Een wayang, wayang gulit. Wayang gulit, noteren. En mijn liefste wens is deze wayang ooit weer terug te krijgen. Maar helaas, de heer Boedi, hij weigert hem af te staan. En ik ben bereid te betalen 10.000 gulden. 10 ruggen. Moet ik dat ook omschrijven? Jij bent bereid 10.000 gulden te betalen en hij weigert te verkopen? Helaas, de Adat verbiedt dat. En wie denkt die Adat dan wel niet dat hij is? De Adat is een stelsel van ongeschreven wetten, helaas. Heilige zaken mogen niet worden gekocht of verkocht. En als je het nou laat stelen? Diefstal, dat is volstrekt taboe. Verboden. Ook als een blank het zou doen. Stef. Ik denk even hardop mee met die man. Als ik heel eerlijk ben, dan zeg ik, jullie zijn toe aan een relatiemanager. Een wat? Een tussenpersoon. En aan wie dacht u dan? Aan mij. Met het goede gereedschap ligt die wayang hier binnen een week, hop, op tafel. Maar aan wat voor gereedschap dacht u dan? Aan 10.000 harde guldens. Daarmee kom ik overal binnen. Ja. Meneer Aarsman, als u mij inderdaad die wayang bezorgt, ik zal u met genoegen dat geld betalen. Ho, 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 ho. Als jij mij die 10.000 geeft, ga ik met genoegen die wayang voor je kopen. Meneer Aarsman, ik vertrouw u en u vertrouwt mij. En terecht. Maar de heer Boedi, ik vertrouw hem niet. Ik betaal hem geen stuiver voordat ik die wayang in handen heb. Geen punt. Regel ik voor je. Ach, maar maakt het geld ook uit als je maar lollen... Oh! Adoe, u verbaast mijn vrienden dat u zaken wil doen met die bandiet Suprianto. Ik had u hoger ingeschat. Zaken, zaken. We hebben alleen even een rijsttafeltje naar binnen geschoven. Verder niks, niks. Zaken. Puur informatief. En trouwens, buddy boy, we doen het allemaal voor jou. De onbeschaamdheid voor nog geen miljoen zou ik de wayang afstaan. Trouwens, hoeveel heeft die schoft nu geboden? Puur nieuwsgierigheid, hoor, meer niet. 5.000. 5.000? Volgens mij zei die... Zei die eerst 3.000, ja. Maar Robbie en ik hebben er 2 bijgeluld. Voor jou dus. 5.000 gulden. Helaas, mijn geweten verbiedt het mij. Wat heeft geweten nou met geld te maken? Geef ons de schuld. En wij regelen het wel met Wim Rama. Pak die 5.000. Geef het 1.000 aan Rama. Ik koop zelf een paar nieuwe warme schoenen.
Je speelt het spel hard. Maar vertel Supriyanto dat ik na ampel beraad, ik herhaal na ampel beraad, besloten heb zijn misdadig voorstel te accepteren. Goed denkwerk, buddy boy. Goed, dan zal ik nu de waaiang tevoorschijn halen. Wat ben je nou van plan, Stef? Excuseer me. Broer Supriyanto biedt 10.000 en geeft hem er maar 5. Jezus. Ja. Ik ga het wel even tegen hem zeggen. Ja. Nee. Wat? Dan denkt hij dat ik een oplichter ben. Maar dat ben jij toch ook? Kan ik het helpen? Dat is survival of the fitness. Survival of the fit test. De sterken zullen overleven. Ja, maar in het Engels klinkt het toch even lekkerder. Vind je niet, hè? Wat krijgen we nou? Een heilige trekpop. Een god op stokjes. Meneer Aarsman, in Indonesië is het wayangspel heilige cultuur. Ja, maar je hoort mij ook niet zeggen dat ik hem lelijk vind. Het is een prachtig stukje antiek, hoor. Nou, we brengen het ding naar Supriyanto en we komen bij je terug met 5 ruggen. Nee. Eerst het geld, dan de wayang. Ja. Ik heb geen keus. Supriyanto is een geboren oplichter. Ja, maar hij zegt eerst de rama en dan de ruggen. Dus wat wil je nou? Maar ik wil niets. U wilt iets. Nou, regel hem toch. Oké, booty boy. Oké. Relax, wij regelen het wel. Die Supriyanto kunnen wij wel handelen. Ja. Ja. There's no business like show business like no. We zien maar voor je met een schat in dit hooi. Als helemaal niet na. Business like show business. Ja, jongen, dit is topsport. Dit is genieten. Laat nou toch zitten, Stef. Dit wordt niks meer. No way. 5 ruggen gratis voor het grijpen. Wat is nou het probleem? Dat ze allebei het geld willen. Dat is het probleem. Precies. Het enige probleem is het geld. Ja. Wij geven Boody de 5. We pakken die poppenkastpop mooi in. En Supriyanto geeft ons de 10. Ben je niet gezien? Ja, hallo. En hoe komen wij aan die 5? We verkopen mijn towners. Mijn townus? Dat is mijn townus. Dat was een cadeautje, Stef, voor mij. Maar door mij betaald, waar of niet? En ik heb net mijn rijbewijs gekocht. Echt waar? Ja. Hoeveel kost het nou? 1500 gulden. 1500 gulden. Plus de townus is zeg maar 3000. Plus wat we nog in de garagebox hebben staan. Plus opa's televisie. Nou, hoe moet dat nou? Als je maar wil, Robby. Als je maar wil. Ja, maar ik wil het niet. Ik bepaal zelf wel wat jij wil. Alsjeblieft, Boody. 5000 voor jou. Wil je het natellen? Mijn vriend, ik vertrouw u. Meneer Aarsman, ik ben zwaar van twijfel. Wat moet ik doen? Die poen pakken en mij dat ding geven. Supriyanto is afgekomen. Nou, jij. De rama zal mij vervloeken. U bent keihard. Maar
Beloofd is beloofd. Werk ik zak, Appie. Zak niet, Ja. Hij is braaf. Hij is braaf. Hey. Tabé. Tempo doulou. Alsjeblieft. Dank u. Goedemiddag, heren. Tafel voor twee? Nee, even niet. We zijn op zoek naar meneer Suprihanti. Wie? Suprihanto. Suprihanto. De eigenaar van deze toko. Eigenaar? Ja, de baas. Dus als je ons even wilt doorverbinden... De baas? Ja, de baas. De man die jou vertelt wat je moet doen. Die, de baas, chef. Dat ben ik. Tuurlijk, maar dan weer jouw chef. Ken dit? Dat ben ik. Hallo, Suprihanto, afkomen met die 10 ruggo. De heer Suprihanto is hier onbekend. Dus als u nu alstublieft wil vertrekken. Een beetje respect, hè, mafkees. We hebben wel laatst voor 4 meiën hier zitten eten, dus dimmen. Alsjeblieft. We waren met 2 Indonesische heren. Eén een beetje kruising tussen Anton Geesink en Nelly Koman. En de ander was een zakenman met een rond gouden brilletje. Oh, die meneer Suprihanto. Ja. Exact. Exact. Nou, die kwam hier wel vaak. Samen met ene meneer Boedi. Samen met Boedi? Nee, dat zou onze Suprihanti nooit doen. Vanwege de Adat. Nee wel? De heren Suprihanto en Boedi hebben hier nog een rekening staan van 1621 gulden. Dus als u ze ooit nog eens tegenkomt... Oh, nee. Hij snapt het gewoon niet, hè. Luister. Nee. Onze Suprihanti die heeft een teringhekel aan die Boedi vanwege deze Wayang Ramas. En die Suprihanti is jouw chef en die gaat ons nu 10.000 gulden geven voor dezezelfde Wayang Lama. Koekoek. 10.000 gulden? Ja, jongen. He, heilige cultuur gecombineerd met Hollandse handelsgeest. Bij de groothandel zijn ze te koop voor 27,50 gulden exclusief BTW. Ik denk dat meneer Suprihanto ze liever daar koopt. Hier is je in elk geval niet. Goedemiddag. Robby. Ja. Zeg dat het niet waar is. Hij heeft zelfs een horloge verkocht om aan de geld te komen, wist je dat? Dan weet hij nou wel hoe laat het is, zeker. Hopeloos, die Hollanders. 300 jaar hebben ze in Indonesië gezeten en nog hebben ze niets geleerd. Die denken dat we ons land uit hebben gekoloniseerd. Maar het was de moeite niet om ze weg te jagen. Ze zijn gewoon te stom om vaart te zijn. Er staan 2 Hollanders voor een stoplicht. Zegt de een, het is groen. Wat denk je dat de ander zegt? Een kikker. Een kikker. Nee, dat is ook. Maar een aap is eerlijker. Mogen blij zijn dat die Indo's voor zichzelf de derde wereldland zijn begonnen. Anders hadden ze allemaal hier. Parasieten. De politie bellen dan. De politie bombarderen. We zetten al die plantages van ze in de napalm. Dan hoor je ze niet meer, hoor. En we slepen ze voor de rechter. Wat? Die genade lazert. Dat we voor 5 ruggen zijn getild door die 2 kroepoepjunkies. En dat is de rechter vertellen. Ik dacht het niet. Die rechter die lacht zich helemaal incontinent. En dan lult het aan de hele stad door. En dan zijn we en het geld en onze image kwijt. En is het zowel privé als zakelijk, is het afgelopen met de Aasman family. Die tv was trouwens gehuurd. Welke tv? Opa's tv, die jij verkocht hebt. Fuck, fuck.
Ik wil geen papegaai. Wat zeg je? Ik wil geen papegaai. Wat zei je nou? Ik wil geen papegaai. Volgens mij ben je een papegaai. Ik wil mijn tv's terug. Wat wil je? Mijn tv's terug. Waar zijn jouw tv's dan? Die hebben jullie gejat. Vuile chagra's. Een bejaardenbureau, dat kennen jullie. Geen punt. Vuile dieven, dat zijn jullie, anders niks. Mogen wij ook weten waarom? Omdat jullie mijn tv's gejat hebben. Excusez-moi. Wat? Dat betekent excuse me, comprendo. Pour le cobalio que en dentra con el cojones. Zie? Nou, wacht even. Wacht even, dus jij denkt dat Stef en Robbie van de Aasmans Unlimited zich schuldig hebben gemaakt aan het helen van jouw tv's? Ja, wie anders? Goeie vraag. Smerige dieven, dat zijn jullie. Smerige dieven. Smerige dieven. Ja. Je durft wel, hè? Wie? Dus jij dacht dat wij... Dat wij... Onze bloedeigen familie zouden kunnen bestelen? Ja. Je hebt gelijk. Maar om je te laten zien dat wij soms ook heel erg veel van je kunnen houden, hebben wij... Tada! Een verrassing voor je meegenomen. Huh? Kijk. Een mooie, echte kleurenpapegaai. Nee, tv. Helemaal voor jou. Nou, hoe vind je hem? Is niet mijn tv. Wedden van wel. Mijn tv was zo groot als een hondenhok. Dit is een mislukte schoenendoos. Opa, vanaf nu af aan is dit jouw tv. Hmm. Alle elektronica wordt kleiner en kleiner, dus... En jij wordt ook steeds kleiner en kleiner. En we dachten, opa moet een beetje met zijn tijd mee. Dus we hebben een hypermoderne, lichtgewicht tv geleend. Geleend. Geleend? Geleend, ja. De verkoper wil er eerst nog geld voor hebben, niet te geloven, zeg. Nou ja, jullie zijn in elk geval mooi op tijd. En sinds wanneer heb jij in jouw leven iets met tijd te maken? Zo dadelijk dan begint die nieuwe cursus. Wat voor cursus? Incontinentie voor beginners? Of reumatiek op muziek? Ja. Opa. Nog bozie? Wat? Gezellig thuis, kneuteren op de bank. In de Telia-cursus zaken doen met het Verre Oosten, vandaag Indonesië. Indonesië? Indonesië! Wat schuift het